Dank u, voorzitter. Allereerst hoop ik oprecht dat ik een van de mensen ben die mevrouw Pierie mist in Brussel. Dank u. Met deze uitnodiging voor dit debat werd een kabinetsnota meegestuurd waar onze regering ingaat op het functioneren van de Europese Unie en de beleidsinitiatieven van de Europese Commissie. Het kwam op mij over als een rooskleurige prospectus van Palminvest, te mooi om waar te zijn. Waar is de nuchtere en kritische kijk op zaken gebleven? Het document is een aangeladde lofzang op het EU-beleid en één grote steunverklaring voor de ingeslagen weg naar een green recovery uit de COVID-19-pandemie. Dat gebeurt met een Europese klimaatwet die ons als Nederland bindende doelstellingen voorschrijft. Hoe wij deze doelstellingen moeten bereiken, wordt vervolgens in gigantische wetgevingspakketten verder uitgewerkt die de burger dan maar heeft te slikken. De Europese Klimaatwet laat zien dat de instellingen in Brussel een nieuwe manier hebben gevonden om de bevoegdheden van de lidstaten af te pakken. De EU-klimaatwet gaat namelijk voor 30 jaar gelden, zonder dat u, ons nationale parlement of de kiezer hier tussentijds iets aan kan veranderen. Voorzitter, de nationale verkiezingen gaan straks om des keizers baard als de volksvertegenwoordigers hier niet snel op de strepen gaan staan. De EU-klimaatwet is de kapstok van de Europese Green Deal. En die Green Deal eist een totale transformatie van onze economie en onze samenleving. In welk verkiezingsprogramma heeft dat gestaan? Is dit de wens geweest van onze burgers? En waar is de harde, cijfermatige verantwoording? Als ondernemer heb ik heel wat business cases gemaakt, maar die van de Green Deal die heb ik nooit mogen ontvangen. Loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiter. Staat op elke financiële prospectus. Maar die bijsluiter die is er dus niet. De Brusselse duurzaamheidsdwang voert ons mee op een risicovol en gevaarlijk experiment waarbij de kans levensgroot is dat de zogenaamde investeringen nooit worden terugverdiend. En de schade aan onze leefomgeving en natuur zou wel eens onomkeerbaar kunnen zijn. Maar in plaats van ons hier tegen te beschermen, doet onze regering het omgekeerde. Zij doet er nog een schepje bovenop. Het kabinet heeft zelfs het lef zichzelf te feliciteren met de eigen succesvolle lobby om de klimaatdoelstellingen te verhogen. Burgers en nationale parlement blijven zeggenschap te ontnemen en daar nog trots op te zijn ook. Een dieptepunt in de historie van de volksvertegenwoordiging. Ondertussen dreigen de boeren en vissers de eerste grote verliezers te worden. Al generaties zijn zij de rentmeesters van onze natuur, maar via krachtige NGO-lobby die gretig mee mag schrijven aan de nieuwe regels, wordt hen de nek omgedraaid. De multinationals varen wel bij de opgelegde groene revolutie. Onze Noordzee wordt door ons kabinet onder luid applaus van de Europese Commissie tot bouwput van de grote energiereuzen verklaard, die als vliegen op de stroop op de bodemloze subsidiepotten afkomen. Een stille ecologische ramp dreigt, want een gedegen onderzoek naar de effecten op de natuur is niet gedaan. Onze soevereiniteit, ons laatste woord, lijkt ons uit handen te glippen. Het is niet langer het Nederlandse volk dat de lijnen uitzet. We kunnen nog slechts beperkt kiezen hoe we bepaalde Europese afspraken, internationale duurzaamheidsdoelen, sociaal-economische verplichtingen en migratiepacten uitvoeren. En daarin worden we ook nog eens serieus beperkt door allerlei rechtelijke interpretaties van grondrechten en mensenrechten. Onze minister-president wil u na een bezoek aan Brussel doen geloven dat de Hollandse leeuw gebruld heeft. Maar in werkelijkheid is zijn rol in het theater van de Europese bestuurscultuur niets meer dan die van een minzaam spinnende gecastreerde kater. Waar is het misgegaan? Waar is de EU als economisch samenwerkingsverband van vrije natiestaten dat zich laat voorstaan op haar pragmatische aard zonder ecologische, ideologische gedreven krachten die Europa een planeconomie en een progressieve monocultuur opdringen? Voorzitter, ik ga afronden. Het enige wat op dit moment een reset nodig heeft, is de EU. Terug naar de basis, nee zeggen, in het belang van de Nederlandse samenleving. Wij zijn voorstander van Europese samenwerking, maar wat wij nu zien gebeuren is een schending van alles wat met democratie te maken heeft. En ik ben benieuwd hoe het kabinet hier tegenaan kijkt. Dank u wel. Dank u wel.